goede tijden, slechte tijden viert feest. De populairste soap van Nederland bestaat op 1 oktober 20 jaar. Nog altijd kijken meer dan 1 miljoen mensen naar het programma. En dus is het hoog tijd om met de acteurs terug te blikken op 2 decennia GTSD. Wie is het meest legendarische GTSD-karakter ooit? Martina Hafkamp. Ik vind dat eigenlijk wel Helen Helming. Ja, toch wel Ludo. Ja, Ludo is natuurlijk ook ontzettend bekend en heeft ontzettend veel aanhangers en fans. Ja, Ludo is natuurlijk al een legende. Als je het Ludo zou vragen, zou die zeggen ja, wie denk je? Altijd vragen mensen mij op straat en hoe is Ludo dan? Iedereen heeft ook Ludo. Oh, je bent de dochter van Ludo. Iedereen, heel Nederland spreekt altijd over Ludo. Over Ludo. Als je het over goede tijden hebt, omdat hij gewoon... Ja, hij is natuurlijk gewoon de stoere maffiabaas. Voor veel acteurs is het soapleven een van komen en gaan. En ze weten dan ook al precies hoe een karakter tot zijn of haar einde moet komen. Nee, daar wil ik helemaal niet over nadenken. Oh, het lijkt me wel leuk als ik helemaal gek word of zo. Dat ik een soort van rare ziekte oploop. Een soort van tropische virus. En dat ik helemaal de weg kwijt raak. Dat ik word vermoord of zo op de meest gruwelijke manier. Dan gewoon ook met heel erg veel bloed. Keihard met heel veel bloed dood. En dat er een kokosnoot naar beneden valt. Bloed en tieten. Ik wil ook echt aan een klif bungelen. Maar en dan meestal worden mensen dan gered, hè? Het volgende seizoen. Ja, dan val ik natuurlijk te pletter. Gewoon onder een tram, gewoon een keer bam.